Ons volgende onderwerp, we gaan naar de politiek, de landspolitiek, want de politieke partijen GPV en RPF die zijn niet meer. Maar dat is geen reden voor een requiem, want sinds vanmiddag zijn beide christelijke partijen eindelijk samengegaan in een nieuwe partij, de ChristenUnie. Inderdaad, een unie, want van een fusie willen ze nog niet spreken. De RPF wil al sinds haar oprichting, in 1976, samen, maar tot nu toe had de GPV dat altijd afgehouden. Tot vandaag dus. Verslaggever Bart Reterink volgde beide lijsttrekkers in hun laatste uren op weg naar een historische handdruk. Lijsttrekker Leen van Dijken is vroeg op. Hij is vanuit zijn woonplaats Middelburg op weg naar het conferentiecentrum De Reehorst in Ede, waar de verenigingsraad van de Reformatorisch Politieke Federatie een paar uur later een historisch besluit zal nemen. Bij zijn aantreden als Kamerlid in 1994 zei Van Dijken al dat het zijn missie was om christelijke politiek te bedrijven en het imago uit te wissen van een partij die alleen spreekt over normen en waarden, over abortus en euthanasie. We hebben hier jaren naar uitgekeken en we zijn heel blij dat het nu uiteindelijk is gelukt. En waarom gaat u nu een unie aan en geen fusie? Wel, we hebben vooraf een ledenpeiling gehouden over de vraag wat zij nu het meest wenselijk vonden. En daaruit bleek dat zij het ledenbeleid toch voor voorlopig in elk geval nog zelfstandig gestalte wilden geven. En we hebben de unie dan zo vormgegeven dat we de eerste tijd in elk geval naar dat model zullen gaan werken. Maar dat er geen enkel beletsel is om binnen een paar jaar naar een fusie toe te werken. Lijsttrekker Gert Schutte van de staatkundige gereformeerde partij is op weg naar hetzelfde conferentiecentrum. Ook hij zal vandaag zijn stem voor de unie uitspreken. Binnen het GPV is vanaf 1948 gesteggeld over de vraag of ook niet vrijgemaakt gereformeerden lid mochten worden van het GPV. Na ruim 30 jaar is het nu dus eindelijk zover dat er in ieder geval innig met de RPF zal worden samengewerkt in de toekomst. Je ziet dat het steeds dichter naar elkaar toe groeit. Je ziet ook dat er plaatselijk en provinciaal een heel nauwe samenwerking komt. Op een gegeven moment is de simpele conclusie van wat let ons nog om er één fractie van te maken en één lijst bij de verkiezingen. Waarom is er nu toch gekozen voor een uniemodel en niet direct voor een fusie? Ik denk dat het belangrijk is zodat de beide partijen de gelegenheid hebben om zijn eigen inbreng, zijn eigen karakter te handhaven. Maar met het grote voordeel dat je geen tegenstanders meer bent, geen mensen die naast elkaar staan, maar verder in de Kamer en overal waar je optreedt, als een eenheid optreedt. Dat is denk ik beter dan een geforceerde fusie, want ik denk dat dat niet goed geweest is en dat dat wellicht brok had opgeleverd en ook de eigen identiteit van de beide partijen onnodig geweld zou hebben aangedaan. Een feestje? Hai, dat vinden we prachtig, man. Slokje, lekker eten, een praatje. Samen meer kleur. Ja, daar houden we van. Maar een beetje kleur tussen al die bleke kamerneuzen. Maar nu moeten jullie even opletten. Want dit is serieus hoor. RPF en GPV gaan samen in een unie. Eén nieuwe partij. 22 januari is het echt zover. Hoe zou u de Christelijke Unie omschrijven? Als een christelijk sociale beweging die voor wat betreft de positionering in het de politieke landschap niet is te vangen onder termen van links en rechts. We hebben zijn eigenstandige positie en dat willen we graag zo houden. Belangrijker is dat we ons goed weten te profileren, politiek inhoudelijk weten te profileren als een partij waar de eer van God centraal staat en die het ook weet te vertalen in concrete christelijke politieke items. Als dat lukt, dan is voor mij de Unie geslaagd. En of er voldoende kiezers dan extra zullen komen, dat wachten we rustig af. We weten dat er binnen het CDA een hele grote groep mensen is die qua gedachtegoed heel dicht bij ons staan. Die heel weinig nodig hebben om de overstap te moeten maken. En we zullen dan ook ons best doen om die kiezersgroepen aan te spreken. Maar ik weet bijvoorbeeld ook dat er vrij veel jongeren zijn die hun stem op GroenLinks hebben uitgebracht. Terwijl ook daarvan weet, zijn christenjongeren. En ik heb de ambitie om ook die jongeren aan te spreken. En over te halen om zich bij ons te voegen. Groen is niet het belangrijkste karakter van de nieuwe Unie wat mij betreft. Christelijk is het belangrijkste karakter. Dat staat niet los van hoe je omgaat met Gods schepping. Maar het is nooit het belangrijkste. We moeten niet proberen een tweede groene partij te worden. En als het gaat om jongeren aanspreken, dan denk ik... Ik heb eerlijk gezegd niet ontdekt dat er in mijn achterban veel jongeren waren die in het verleden voor GroenLinks kozen. Misschien dat bij de heer Van Dijk een andere ervaring is, maar dat was niet mijn ervaring. Maar natuurlijk
moet je vooral proberen de jeugd aan te spreken, maar dan met wat wezenlijk is, christelijk en iets groen of wat dan ook. Middels een Bijbels toneelstukje worden de RPF'ers vergast op een muzikaal intermezzo. Vlak voor de stemming over de voorgenomen fusie met de SGP. Het christelijk karakter moet voor mij voorop staan. Dus welke leus je ook kiest, dat zal daarin heel herkenbaar moeten zijn. Laten we alsjeblieft niet beginnen met een leus die zo ook overgenomen kan worden door een andere niet-christelijke partij. En welke het dan zal zijn, ik ben de lijstenvoerder de volgende keer niet meer, dat moeten anderen bekijken. Maar dat is wel voor mij het belangrijkste criterium. Als dat niet herkenbaar is, dan is wat mij betreft de start mislukt. Ik las ook in een artikel dat u erg tegen de terminologie klein rechts bent. Kunt u dat uitleggen? Ja, want rechts dat heeft te maken met Janmaat en zulke soort mensen. En daar willen we graag niet in de buurt zijn. Voor wat betreft ons politieke gedachtegoed. En als je het dus rechts definieert als rechts op de sociaal-economische schaal, dan kan ook daarvan niet gezegd worden dat we rechts zijn. Dus het is een onbruikbare term om aan te geven wie wij zijn. Bij u was het unaniem. En bij u in uw partij? 5 stemmen tegen. Maar ik weet niet hoe jullie stemmen, maar bij ons stemmen ze dus per vereniging. En er waren dus 5 van de 131 waren er tegen. En bij u unaniem? Unaniem. En met staande ovatie erachteraan. Daar kunt u elkaar een hand op geven, denk ik, hè? Ja, dat kan ik wel. Een goede toekomst. We werken eraan. Ja, oké. Okay.